Ja, en ze wordt helemaal blij. Hey, PSV. Nou, ze zegt nog geen PSV, maar je kan zien dat dat is. Ik denk dat dat het eerste woordje is wat ze gaat zeggen. PSV, ongetwijfeld. De PSV-selectie is jong, maar wat vrijdagmorgen het heilige gras in het stadion betrad, was nog jonger. In het jubileumjaar van PSV zitten maar liefst 300 baby's klaar om op de jaarlijkse PSV-babyfoto gezet te worden. We gaan over enkele seconden een foto maken. Samen vormen zij het getal 100. Staat hij er wel goed op? Ja, hij staat er prachtig op. Wat is je ogen dicht? Nou wel even, maar het is niet geschreeuwd of zo. Het is goed gedragen. Zeg nog een kleintje? Ja, op 6 weken. Dat is een heel kleintje dan. Nou, dat lijkt me duidelijk, hè? Onze PSV natuurlijk. Zit er meteen in. Ja, ze is al fan hoor. Echt fan. Serieus fan. Dus ze kijkt al op tv en ze ziet de PSV-spelers. Ze doet nog net niet juichen als ze scoren, maar ze heeft het wel door wat belangrijk is. Dus. Ja? Ja. Uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om je eigen kleine PSV-fan op de foto. Juist 9 maanden, we zijn van Antwerpen. Ik ben zelf al 15 jaar grote fan. Ik ben op jonge leeftijd is, naar hier gekomen. En ik denk de warmte van de club dat mij een beetje heeft aangetrokken. Ik denk dat dat een beetje het grote verschil is met andere grote clubs in Nederland. De sfeer, de warmte, de familie. Dat was eigenlijk het grote dat mij heeft aangetrokken.